Media. Nu KOTEX. <laughs> Het ja, ja. is gewoon. Met extra doorlichtstrips. Het <laughs> zou eigenlijk oh wel weer leuk zijn. Ja. Eigenlijk <laughs> kan je hem alles laten inspreken. Heel goed, goed oké. Okay. Nou, lieve mensen, ik heb een warme worstenstem. Heerlijk. Van heb ik jou daar? Heerlijk. Maar dat, uh, dat, is, dat doet de radio goed. Ik denk, als jij nu deze stem houdt, dat veel meer mensen nog met hun problemen zich aan jouw voeten leggen. Ja, hè? Dat het heeft iets heel geruststellends. Ja, uh, zo'n oude vrouw die een beetje te roggelen ergens in een hoek. Over, over uh, radiostemmen gesproken, ja. stemmen mm -hmm. uh, Jan, uh, Jan van die Venus overleden. Precies, Ja. van Candlelight. Van Candlight. Ja. ja, ik dat is toch een, een, een. Ik weet niet waarom, maar ik luisterde als kind heel veel naar kende. oh ja? Ja, ja nee nooit nee nee, nee. Ik, ik 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 weet niet ik kan niks met radio het was op radio 3, volgens mij ja. ik weet niet eens of we een radio ja we hadden wel een radio maar daar deed niks mee nee, oh ik ik, ik ja. oh ja jij vrat dat echt Ken nou ja god ik moest er ook wel om lachen maar ik ik het is eigenlijk als je er aan terugdenkt echt een krankzinnig programma geweest hè wat gebeurde er allemaal in kender hij las nee. gedichten voor oh ja hij ging die gedichten voorlezen en, en dan hadden al altijd greensleeves ja ja en uh, ik dat, dat ging maar door Ja, Heel raar. Ja. En je had altijd dat liedje Can I Get There By Candlelight? Ja. Of Where Do You Go To My Lovely? Weet je wel? <laughs> Are you alone in your bed? Ken je dat liedje? Nee, dat ken ik niet. I want to look inside your head. Yes I do, yes I oh, do. Oh ja, dat ken ik wel. Ja. Dat draaide die ook altijd. Ja, dat je denkt, draai eens wat anders. Ja, ik... ik... Ik, 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 terwijl ik het nu zeg, intrigeert het me eigenlijk nog steeds. Meer. Maar, maar dus toen, jij was toen heel jong, dus hij, ja. doet, hij heeft dat werk echt. Duizend jaar, ja, gedaan. echt Duizend jaar. Ja, echt duizenden jaar. Duizend jaar. hè? En ja. ik las in het NOS bericht dat hij echt kort geleden ook nog aan het werk was. Of hij had kort geleden nog iets ingesproken. Ach. Schattig, hè? Ja. ja. Als je nou een commercialmaker was en je zou dan die stem hebben voor welk product zou je hem dan. Vond u? Ja, dingen met sausen. Ja, je bedoelt het is echt een sauzenstem? Vloeibaar en warm. Ik denk uitvaartreclame. Ja, zeker ook. Misschien dat sausenstemmen en uitvaartstemmen dat dat een soort link hè? heeft. Hè? Ja, ik denk dat dat wel een beetje in één kaartenbakje zit. samen ja, bij de stel. Wat zou je niet door Jan van Veen willen laten inspreken? Maandverband. Nu, Kotex! <laughs> Dat ja. is gewoon... Met extra doorlichtstrips. Het <laughs> zou eigenlijk je... ook wel weer leuk zijn. Ja. Eigenlijk kan je hem alles laten inspreken. Het is een gemiste kans bij al die mensen. Ik denk reclame -mensen. heel veel de ICT-solutions of zoiets. Of dat dat niet geschikt ICT is. ICT-solutions, zoiets. Het <laughs> klinkt ook weer goed. Ja, alles klinkt goed alles met Jan van, van Veen. Hè? Dat is waar. Nou, alles wil je luisteren. Ja. Wij doen het heel vaak thuis. En dan vooral bij het ontbijt. Kun je mij even de boter aangeven geven? Af? Ja, dat jullie hebben allemaal altijd... die stem. <laughs> ja. Ik dacht ook dat hij, denk ik, 106 was, maar ja, hij was nog helemaal niet eens 80. Oud. Nee. Dus toen hij in de jaren 80 die dingen voorlas, was hij gewoon een hele jonge man. Ja, en dan had hij dus ook een sporezen stem. Ja. Maar misschien rookte hij heel veel. Oh ja. of, of had hij gewoon ja. heel veel gehoest of zo, ik weet het niet. Ja, of een heel verkrampt stemgebied. Ja, hè? Polypen? Polypen, ja, heb je vaak bij de voice en zo? Ja, dan heb je als je polypen hebt, dan heeft hij toch met zijn stem is hij nog heel ver gekomen. Ze hebben veel mensen blij gemaakt met die polype erom. Ja, maar ja. dat weten we ook eigenlijk niet of dat zo is. Nee, we gaan we gaan eens even gaan uh, zeggen wat we allemaal gaan doen vandaag, zodat de mensen een houvast en een ja. leidraad hebben. ABC, hoe, hoe was je week? Of of, of 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 moet ik eerst even zeggen wat we gaan doen? Ja, en, en ik wil, ja, al die al die eetreacties, het ging al heel veel over eten in de reacties. Oh ja. Ja, je bent, wel, je bent inderdaad stevige kastijd. Ja. Want wat heb jij verkeerd gedaan? Ik heb pasta alla norma ja. uh, zonder aubergine uh, gemaakt. Ik heb het ook gedaan, nadat jij het me had oh, gezegd. Oh ja? ja ik denk, ook zonder dat, aubergine? Hebben we dat gezeik niet met au aubergine? Nee, dat, nee, dat is is niet. Dat. dacht ik, weet je wat, zoek het uit. Maar toen dacht ik, het is eigenlijk alleen maar tomaat. Ja, het is heel simpel. Af, ja. Tomaten en, en basilicum en, knoflook. en kappertjes. Dat was het exotische element. Oh, die heb ik er ook uitgelaten. Want dat oh, wordt die gewoon heb ook ik er wel meteen uitgespuugd. Nee, dus het is eigenlijk totale kinderpasta als je die aubergine <laughs> niet bijgooit. En mensen vonden dat echt niet oké. Okay. Het is natuurlijk nee, ook waar. Want het, slaat ja, zo, het, het, is het is natuurlijk niet pas al. Dus maar. ik ga dat nog een keer maken. Maar ik heb nu ook een. Want ik ben helemaal door die podiumaflevering aflevering in een Jamie Oliver Tunnel geraakt. Lekker, lekker lekker. Zulke lekkere risotto gemaakt. Ja? En toen heb ik iets baanbrekends geleerd over risotto. Het moet niet gaar zijn? Of juist wel? Nou, het moet wel gaar zijn, maar het, het was altijd de mythe van risotto maak je met liefde. Hè? En dat betekende eigenlijk dat je twintig minuten lang non-stop in die pan moest roeren. Ja, verschrikkelijk. Maar ik nieuwe inzichten hebben ja? ertoe geleid. Dat is gebleken. Je kan al dat water, al die bouillon erbij gieten dan laat je het gewoon 15 minuten of hoe lang je wil simmeren. Simmeren, maar dan steek je geen poot uit, ga je gewoon de krant lezen met en dan ga je nog vijf minuten roeren. En dan wordt het dan is het ook goed. Ik denk dat jij woedende ja, mails gaat zit, krijgen van Ik zit weer nu. hier van de Italiaanse ja, ik, Kennelijk heb ik iets met Italië ja. die bunken. Er maar zijn ik las wetten wetten die wij niet kennen Aaf. Geen ui met knoflook, geen room met knoflook, nee, geen, ik snap geen, geen melk met melk, nee. geen. Maar ja, ik vond dit eigenlijk, dacht ik, oh als dit waar is, joh, dan ga ik ja. veel vaker risotto maken, want ik vind het altijd zo'n gedoe met dat roeren de hele tijd. Moest ineens denken aan Andy van der Meijden die dan bij Milan ging spelen, die voetballer. Ja. Volgens mij bij in Milan. In en dat hij toen aan die mensen van het tv-programma die hem kwamen interviewen vroeg of ze dan misschien uh, nu nutroma wilden meenemen. <laughs> En Senseo-pad. Oh, godverdamme. Want hij lusten die Italiaanse koffie. Ja, niet. ja gewoon, want er was gewoon geen, geen koffie te geen Goede koffie. Nee. Daar staat Italië bekend om. <laughs> senseo. Oh. En koffiemelk. Jongens, we kunnen jullie koffiemelk meenemen. Wel lief. En leuk ik ook voor, heel lief. Leuk voor de mensen van de TV. Dat is natuurlijk goud. Ja, dat is goud. Dat is natuurlijk goud. Ik heb heel, heel, heel fijne en lieve reacties gehad op het knuffelvergaderingsmoment. Uh, ja. Uh, ik, ik hoop dat we de knuffelvergadering opnieuw kunnen lanceren, zal ik maar zeggen. Thuis ook, bij jou? Nee, <laughs> ik, maar gewoon dat de mensen, dat mensen denken: God, ik, ik, ik doe ook eens wat met knuffels. Die zet ik in een kring en ik ga vergaderen ja. over groepsdynamiek. Ja, met mijn kinderen. en dat er iemand buiten valt. Dat er iemand buiten valt. En uh, dat gebeurt dus ook. Er worden meer knuffelvergaderingen gehouden. En ik kreeg een ontzettend lief berichtje van. Een uh, vrouw die zei dat ze dus een nieuwe. Ik doe iets op, maar ik kan het helemaal niet beter lezen. Zo. Oh. Uh, die had een hele lieve uh, verjaardagstraditie-tip. Ja. Die wilde ik even uh, aan jullie meegeven. Leukste verjaardagstraditie: Mijn ouders legden een touwtje in bed. Een touwtje dat wij, mijn zus en ik, moesten volgen. Dit touwtje ging door het hele huis. Halverwege ging er een brief, hing er een briefje met de tekst: Je bent er bijna! Aan het einde van het touwtje zat, aan het, zat het cadeau vast. En dat lag vaak verstopt onder een deken. En dit doe ik nu bij mijn vriendinnen en ook bij mijn vriend. En mijn zus doet het bij haar eigen kinderen. Het is amazing. Oh, dat is toch fantastisch. Lief. Ja, het is ja. echt. Ik denk dat ik dit nu ook een keer ga doen. Leuk thuis. hè? Ja. ja, het gaat zo bij mij denk ik meteen misgaan. Nou, met poezen moet je het niet doen, want dan wordt het een nee. drama. Nee, inderdaad. En met die Wally moet je, je, je er niet bij betrekken. Die, die gaat Wally ze op de ja, ja, Wally even opsluiten in haar kooitje. Leuk het hè? Het is toch heel leuk. Ja. Het is heel het is heel simpel. En toch zie ik er ook iets heel magisch in. Heel, heel magisch. Ja. En, en lief en grappig en leuk. Ja. Als mensen nog meer van dit soort uh, leuke... Uh, leuke rituelen. Leuke tips, leuke rituelen tips hebben. Ja. Stuur, stuur ze even op, jongens. Op. Dat vinden wij het... heel leuk. Kunnen wij elke genieten. week een ritueel behandelen. Ja. Nou, we gaan de cijfer geven. Ja, dus. laten we dat maar gewoon doen. We gaan onze eigen problemen oplossen en die van ja, de hele zeker. wereld. Nou, we hebben een hele volle man dit keer. Gode ja. zij dank. Ja, zeker. Uh, Boekbeat en Interpolis, autoverzekering. Ja, hou je maar vast, jongens. Ja. Buckle up. You're in for a ride. Yes. <laughs> en we gaan rustig afsluiten. Niet met een natuurhoekje. Floor. Nee, nee. Met een goeroe. Want het zweet breekt mal uit als ja. ik dit uh, lees. Ik heb namelijk geen enkel natuurhoekje voorbereid. Ja, ik kan niet wel iets vertellen over de mossel of zo, maar dat, dat wordt niet... Oh, vertel jij dan maar iets over de mossel? Nee. nee. <laughs> ik, ik heb een nee, goe, ik dat heb vind een goe in mijn schriftje geschreven. <laughs> um, Lies. Af. Ik ben heel benieuwd welk cijfer jij verbindt aan deze afgelopen grijze, grauwe week. Ja, ik uh, geef mijn week een 7,5. en Oké, okay, um, mooi. Ik heb... Um, ja, het, 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 mijn, mijn stemmingssituatie fluctueert een beetje, waardoor ik denk, hey, zou dat toch uh, vadertje of moedertje overgang, uh, Vadertje en moedertje overgang, en moedertje overgang <laughs> oma en opa overgang aan de, ja, de deur kloppen? Ja. Ik weet het niet, jongens, maar ik heb een soort rare mengeling van dat je heel erg zenuwachtig bent, mm. dat is gewoon terwijl je de krant zit te lezen, dat je denkt <laughs> alsof je moet gaan buntje jumpen, ja. of heel moe bent. Toen dacht ik, hé, hey, en dat is vadertje, moedertje overgang. Dat is zeker moedertje overgang. Ja? Dat van die zenuwen, dat herken ik heel erg. Ja. Dat je denkt, waarom, waarom ben, ben ik adrenaline ik zenuwachtig? stoten ja. aan het aanmaken... terwijl ik gewoon de afwasmachine aan het uitruimen ben. Ik ga niet bij de korpsmariniers. Nee. Ik, ben niet, ik, nee. ik, ik, ik moet nu niet een, 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 een de EU toespreken. Nee. nee, ik zit gewoon de krant te lezen. Nee, maar waarom dat ben is ik zenuwachtig? heel raar. Ja. En ik, ik, wat ik ook niet bij mij is, dat dus nu weer voorbij omdat ik daar uh, hormonen ja. voor ben. Nou, ik ga dat onmiddellijk nu uh, omarm dat zo de dark web aanschaffen. Ja, jongens. schaffen He? maar ook vraagt gewoon aan de dokter. Maar hoop um, misschien beter. Maar wat ik niet snap, daaraan, want heel veel mensen hebben er last van ja. Dus op een gegeven moment in je leven ben je constant heel erg gestrest ja. op niks af. En um, ik begrijp niet waarom moedertje natuur. Dat dan zo heeft bedacht. Want wat heb je daar nou aan? Ik denk dat moedertje je natuurlijk ons haat op een bepaalde ja, manier dat en ons gewoon, gewoon wil straffen voor ja. het feit dat we er zijn. Ja, dat is dat zal het wel weer zijn. Ik weet het niet. Ja, het, uh, ik vraag me inderdaad af waar het in godsnaam goed voor is. Waar is, is, wat is het evolutionaire God nut? Voor. Is van vrouwen die ouder worden ook nog eens keihard de grond in te trappen? Ja. Waarom, zou je, die waarom zou je een deel van de mensheid constant zenuwachtig maken? Het is echt. Nou ja, ja. nee, Elise, ik. Zenuwachtig ik, ik... over de naderende dood. Ja, nou ja, dat is het enige wat ik <laughs> kon verzinnen. Want vroeger ging je natuurlijk veel eerder dood. Dus misschien ja. denkt je lichaam nog steeds: oh, ik ga vast uh, over een op. jaar al dood. Ik ga nu ja. zenuwachtig zijn. Ja, doe de, de rolluiken zo. dicht. Uh, trek al je kleren over elkaar aan. Ja, uh, sla en ga eten in, in liggen. Ga in een liggen. Liggen hyperventileren. Ja. <laughs> Wachten tot, 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 tot uh, ah. Magerijn je komt halen. Doe maar. Ja. Ga maar. Laat maar. Ga maar liggen. Nee, niet de krant lezen. Raar, liggen nu. Ja. Nee, maar het is, het, het is precies wat je inderdaad zegt. Nou, Dat dus... uh, ja. En natuurlijk ben je dan de andere helft van de tijd moe, want je hebt heel hoog zitten ademen de hele en tijd. En iedereen denkt de hele tijd: is er iets? Ja. Heb ik iets verkeerds gezegd? Ja. Heb ik... Nee, maar, dat, maar je, het duurt er ook een tijdje, duurt een tijdje voordat je erachter komt: ja, maar ik, er is helemaal niks, maar ik, ik ben gewoon. Ja. Weet je wel? Ja, ik... ja, er gaat ook een soort magnetisch veld om je heen hangen van stress. Zenuwen. Ja. ja. Dus ik, 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 ik ben al uitgemaakt voor iemand die irritant doet. En terecht. Ja. Maar ik, 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 Je kan er niks aan doen. Nee, en ik, ik ben ook helemaal niet boos. Op, maar ik, 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 nou ja, het is een verwarrende ja. situatie. Ja, ik snap het heel goed. Ik was heel, heel zenuwachtig. Behalve bij de Elvis-film die ik ging kijken. Die heet Priscilla. Of Elvis, nou ja, Priscilla-film. Ja. Over de vrouw van Elvis. De vrouw van Elvis. Uh, toen verdwenen die zenuwen ineens voor pijloze moeheid. Oh, en ik dacht, ja, Elvis en Priscilla, ik vind het gewoon allemaal super kut voor jullie hoe dat is gegaan. Maar ik, ja. Heet je toen een uiltje gaan knappen? Ja, ja een beetje. Ik was met Dick, mijn beste vriend Dick, en ik ben tegen Dick aan en ik, ik, denk, oh. ik dacht, nou, ik, ik hoor het wel van Dickie hoe het, hoe het is afgelopen. Ja, ik weet, Elvis, ja. Bleef hij wel wakker? Uh, ja, Dick bleef wakker, maar Elvis niet. Want die had heel veel, die slikte heel veel pillen. Dus als hij dan thuis was, oh, en ja? Priscilla, wilde aandacht. Dan, lag hij alleen maar te pitten? Ja, lag hij heel veel te slapen. Wat voor pillen nam Elvis dan? Nou, ja, downers. Oh, en als ja? hij dan moest optreden, heel veel. Nou, meer weer uppers. Ik, ja. ik vind het, het verhaal van Elvis heel fascinerend. Maar het is niet iemand van wie je, als hij nou toen hij thuis was, dat je dacht, god Elvis, waar denk je nu aan? Of hoe, hoe zie jij uh, de wereldpolitiek? Wat vind jij van de overgang? Of de wereldpolitiek? Nee. Of, of, Want dan de hij tijd, te slapen. Wat, wat vind jij lekker op je reis te vliegen? Nee. En had is... hij nou ook, nee, hij had toch altijd iets heel raars. Een hamburger met pindakaas of zo? Of heb ik dit even helemaal verkeerd gedaan? Hij onthouden? had wel toen Priscilla eenmaal weg was, ging, gaf hij zich echt over aan. Want hij werd uh, heel dik op een hij gegeven moment. Heel echt dik. Ja. ja, ja, volgens mij. wat was het nou toch wel? Heel, heel veel dingen met pindakaas. Volgens mij. Ja, hè? er was iets met Elvis en pindakaas. Ik ga het, ik ga het opzoeken. Ja, dit gaan ik heb we even wel nadenken. gehoord dat Elvis is overleden terwijl hij zat te poepen. Oh ja. Yeah? Yeah. He died while having a number two. Dat is zo. <laughs> Ja. Maar dat zat niet in de film? Nee, het was een oh. heel esthetische film. En dat was dan wel weer heel mooi. Je ja. zag dan bijvoorbeeld het verstrijken van de tijd. Zag je dan, nou ja, aan de hand van heel veel pillendoosjes die open en dicht gingen. Of dienblaadjes die werden neergezet. Zat Elvis en Priscilla in bed lagen. En dan werden de het neergezet en weggehaald door het personeel. Oh ja. Of het verstrijken van een beetje kietjurig, ja. zoals je het nu beschrijft. En dan ging Priscilla bevallen. En dan zag je een hele lange scène dat voordat ze dus ging bevallen, valse wimpers nog op ging doen. Oh ja, zodat ze dan mooi was Om bij Om te bevalling. vertellen van wat erg dat Priscilla hier aan moest denken. Terwijl ze eigenlijk gewoon krijsend Moest bevallen. Moest bevallen. Ja. Dus het was ook wel weer een poëtische film. Ja, de symboliek was wel aanwezig in veel scènes. Het zag er hartstikke mooi uit allemaal. Ja, van Sofia Coppola. Ja, ja, heel mooi gespeeld. Ik denk dat zij... Ik vind haar films altijd heel mooi uitzien, maar ik vind ze soms niet zo boeiend. Ja, ik... Dus dat is een beetje het probleem. Nee, inderdaad. Ja, ja. Het is gewoon meer mooi dan dat er een soort mm, verhaal wordt verteld. Ja, dat vond ik ook. Maar misschien zijn er mensen die zeggen: nee, je, je, jij, jij ziet nu de hele crux van deze film, zie je nu niet. Ja, of dat je, kan natuurlijk. Dat je die over het hoofd ziet. Het was allemaal hartstikke zielig. En natuurlijk wil ik niet, ook niet in Priscilla de Schoenen staan. Nee. Maar ik, uh, ja. Je hebt wel ik dacht nog, er komt vast nog wel een soort goe een goede seksscène, weet je, dat ze dan eindelijk het wel met elkaar gaan doen. Ja. Terwijl Elvis natuurlijk iedereen het had gehad om ja. heen. En thuis alleen maar Downers zat te nemen. En thuis Downers zat te nemen, zei nee, we gaan wachten, schat, tot we getrouwd zijn. Want zo ben ik niet, zei hij dan. Oh ja. Ja. En um, maar die kwam ook niet. Dus het was ook niet dat nee, hij dan eindelijk zijn, zijn kleding uittrok, dat je, dat, 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 oog, dat de ene overgangsoog van mij nog even open zou gaan. Of kijk, <laughs> <laughs> dat hij dat want dan dat zou jij weer meteen wakker worden. Ja, dan zou ik denk ik wel even... Ja. Van, nou, even kijken wat dan, waar we dan de hele tijd zo op zaten te wachten. Met Samen met Priscilla. Nou ja, hij heeft er wel bezwangerd. Dus is een keer iets gebeurd. Ze hebben het één keer in ieder geval gedaan. Ja, dat ja. wel. Ja. Ja. Ach, die lieve Priscilla. Ik moet zo denken aan Priscilla en de Naked Gun. Weet je niet meer? Nee. Dan Zag gaat, zij daar ook in? loopt zij een keukentrapje op om iets te pakken. En dan, zegt, en dan staat Leslie Nielsen onderaan en zegt hij... Nice beaver. En dan zegt zij: Thank you, I just had it stuffed. En dan komt ze naar beneden met een hele grote opgezette bever. Die film is zo flauw, maar ik heb er zo om gelachen in de tijd. Ik denk dat die Priscilla gewoon een hele leuk iemand ja, is. Hè? Ja. Dat is, dit is. Ja, dit is echt heel erg naked gun-achtig. Maar goed, nou. God hebben ze een ziel. Het is jammer dat hij dood is, want ik heb ook ontzettend genoten van Elvis. Oh, zeker. Want ik, zeker. Ik, ik draai het nog wel eens. Ja, echt? Ja. Dat vind ik wel grappig. Ik zocht vroeger vaak plaatjes op internet van dingen die lijken op Elvis. Dan heb je deurknoppen, trapleuningen, oh, een schaduw ja? van. Een afgebeten koekje, een broodje wat heel gek uit de oven komt en die lijken dan op Elvis. Kijk, zien eens... mensen daar ook een teken van Elvis in? Zo ja, van ik er ben zijn... er. heel veel mensen zien dus tekens van Elvis ja. in, in de lucht, uh, in een vogel, in, een, in, een, in hoe het Oh ja, wat grappig. Modderstroom. En dan zoom je uit en dan is het ineens Elvis. Jeetje. Ja, moet je echt even opzoeken ja. als je, je een keer verveelt. Wij hebben alleen maar thuis een stukje hout, wat heel erg op Trump lijkt. Ja, nou, dat vind ik fantastisch. Ja, het is echt bizar. We hebben gewoon zomaar een stukje hout een keer in ons huis gevonden. Dat is echt net Trump. Dat is toch geweldig? Ja, hè? heel vreemd. Ja, Dat is dan weer een cadeautje van moeder natuurlijk. Ja, zeker. Naast de overgang krijg je ook een stukje krijg hout. Ja, <laughs> dat, dat evens elkaar allemaal dat, Absoluut. Absoluut. Je moet, je moet even op. Er zijn sowieso heel veel dingen die lijken op uh, bijvoorbeeld uh, Adolf Hitler. Hitler. Ja, katten, katten. Die lijken op Hitler. Dat is eigenlijk het enige andere wat ik ken. Ik, ik heb in België een keer een huisje gezien dat heel erg leek op Hitler. Toen ging ik dat googlen en nu er blijken er dus meer huisjes te zijn. In die België? op Hitler lijken. Meestal in België. Ja, hè? ja. Maar hebben ze ja. dan een heel klein zwart rolluikje in het Ze hebben een schuin accent altijd, vanwege de kuif. En er moet een heel klein uh, toefje zijn in het midden ja, natuurlijk, precies. wat snor is. Ja. Ja, en dan verder kun je echt variëren. Dan, kan je, dan zit je al gauw goed natuurlijk. Ja, ja Hitler is makkelijk om op te lijken. Ja, maar Elvis ook, want die had natuurlijk die kuif. Die kuif, ja precies. Ja. En dat soort die kaaklijnen ook wel denk Kaaklijn. ik. Ja, dat helpt ook. Ja. Fascinerend, jongens. Fascinerend. Ik heb ook al de Elvis-film van Bas Loerman gezien en het is nu wel even goed. Ja, de Elvis is even genoeg uh, naverteld. verteld. Ja, die was ook pas kort geleden. Ja, was wel beter van ik. Um, maar je geeft die week dus alsnog een 7,5. Ik vind het zo hoog, want ik dacht ja, ik, dit, het gebeurt nu van binnen die zenuwen. Ik, ik, ik ben dit niet. Nee, dat is waar. Ik ben niet mijn problemen ja. en dus ik ja, en dat, dat voelde eigenlijk best wel dat ik dacht, nou, daar ben je goed aan het doen. Ja, dat vind ik heel knap. Het is namelijk best moeilijk om dat te denken. Ik wil alle mensen die nu heel zenuwachtig zijn... terwijl ze hier naar luisteren, ook even een hart onder de riem steken. Dit ben jij niet. Nee. Nee. Dit nee. ben jij niet. En ik, ik, ik... Ja, misschien... We moeten er maar iets mee. Het visualiseren als een hele grote zenuwachtige pop die naast je ligt. Waar je even je... Die in je is kan gaan staan. zitten. Ja. Jeff Bridges die zegt... Fear is your body, man. Ja. Nou, uh, misschien moeten we er zomaar naar kijken. Ja, of toch gewoon... Of gewoon... Medicatie. Maar goed, dat is mijn oplossing voor een heleboel problemen. En daar ja. ben ik heel blij mee. Maar goed. ik ga als een dolle man naar de huisarts rennen. Ga maar even dat ga ik. Naar ja. um, Lies, ik geef mijn week. Ja, ik vind het eigenlijk flauw voor mijn week, maar ik geef hem maar een zes. Volgens mij is dat het laatste cijfer wat ik ooit in deze podcast aan mijn week heb gegeven. Ja. <laughs> oh, je kijkt helemaal verschrikt. <laughs> ja, want je bent voor mij een, een stabiel. Hoe noem je dat? Eikpunt in mijn leven. Oh, wat wat is er gebeurd? Nee, nou, er is dat. Ja, het is ook eigenlijk meteen mijn kleine probleem. Maar. Nou, dus schrijf maar door naar het kleine probleem, dan. Ja, het is, het is een combinatie van week en klein probleem. Namelijk. Ik vind alles vermoeiend en stom. Nou, niet alles stom, maar kijk, je hebt dus die winter die, niet, die, die nu natuurlijk gewoon dreigt niet op te houden. Hè? Dat heb je altijd een beetje in februari, dat ja. je denkt: stop is met winter. Stop eens met winteren. Dan heb, heb ik uh, twee keer griep gehad, daar word je ook niet echt beter, leuker of fijner van. En al het groezen en zo. Um, ik moest al mijn werk afronden voor de academie. En ik, ik vind het altijd moeilijk als er zo'n soort zo, zo berg huiswerk, dat herinner ik me ineens van vroeger. Weet je wat je deed? Altijd moet je nog iets. Ja. Dat vind ik moeilijk. Um, ja, en zo nog wat van die dingen. En, en, en dan ineens denk je, oh ik wil eigenlijk alleen nog maar slapen. Ken je dat? En je zit nu in die tussenfase dat je ook niet meer met goed fatsoen dingen kunt afzeggen omdat je te ziek bent, want dat ben je niet. Nee, nu dus ben, ben ik ben gewoon nu weer beter. Je in, in de twilight zone tussen ziek zijn. Ja. En je en ja, je voelt je niet fit. Nee. Nee, wat ik altijd nee. raar vind aan je niet fit voelen, dat heb ik ook altijd als ik als ik ziek ben, dan dan denk ik waarom ben ik niet gewoon vrolijk en ziek? Maar dat gaat gewoon niet samen. Nee, dat je gaat niet samen. Je voelt je altijd samen. heel Heel minnetjes. Nou, je kunt je wel als je dan uiteindelijk ziek wordt na een drukke periode. een soort opluchting voelen ja. van datgene waar je bang voor was gebeurt. Ja, en dan, en dan moet je, je, je maar gewoon over. in je bed gaan liggen. Maar Aaf, ja. je moet bij dit soort dingen ook altijd. Misschien, ik weet niet of jij dat nog weet van de kinderen toen ze klein waren. Je ja, altijd goed realiseren dat het, het gebied, dus de twilight zone van ziek zijn naar weer een betere normaal zijn, dat, is, dat, is een, dat, dat gaat gepaard met heel veel onvrede en ja. ongemak. En uh, als, als kleine kinderen ziek zijn, dan zijn ze heel lief, weet je nog? Dan liggen ja. ze tegen je aan en heel dan, lief, met en dan hun op het moment dat ze dus beter dreigen of gaan worden. Ja, worden ze stront oh, Weet dat je, je dat nog? Oh ja. Helemaal niet, joh. En dat zijn mijn moeder ook altijd. Dan Worden oh, ja? kinderen gewoon heel vervelend. Want dan, Want dan zijn dan ze al een, een beetje moeder, actief, onvrede. Ja, je wil en je denkt ik moet weer van alles. Ja, en je kan het niet. En je bent er nog helemaal niet tegen opgewassen tegen al het werk wat je hebt uitgesteld of ja. wat weer op je afkomt. Ja, dat Dus dat hoort het. echt bij herstellen van dat je flink ziek bent geweest, denk ik wat goed zeg ja want dat dat is in dat is misschien waar het hem in zit dat je dan denkt van nou ja ik heb geen koorts meer ik ik, ik kan gewoon rustig weer rondwandelen ja. en zo ja maar ja. je voelt je een beetje een nee je een, bent een nog zombie. niet helemaal je bent nog helemaal niet goed en de oude. Nee. en wat ik dan altijd heb is dat ik dan denk van dit gaat maanden duren ik weet ook niet waarom ja. waarom ik dat dan denk maar dat dat denk ik nu steeds ja en dat is ook altijd als je er midden in zit ja, hè? ja of in echt een sombere tijd dan denk je ook dit houdt nooit meer nee op. Nee, je ja, hebt helemaal maar dat gelijk. is niet zo. Het gaat helemaal niet maanden duren. Nee, dat zeg het gaat ik ook heel steeds Geleidelijk tegen mezelf. Gaat, het weer, gaat het weer weg, Aaf. ja, Echt waar. En weet je wat het mooie is? Het is niet november, nee. het is februari. Precies, valt heel Weet je mee. wat er gebeurt in februari? Er komt een klein sneeuwklokje de, de grond Heb uit. ik gezien al. Gisteren brak ineens de zon door. Het licht valt nog heel mooi zacht. Ja. Uh, soms heb je ineens een zachte dag. Ik ja. hoor alweer een, 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 een pimpelmees in de tuin fluiten. Ik dus heb ook vogels horen dagen fluiten. Aan. Ja. En narcistisch heb ik gezien. Ja, dus daar ja. moet je je echt aan vastklampen. Dat doe ik ook echt. Ja. Wel. Ja. Ja. ja, precies. Oké. Okay. Ja, de lente komt eraan. Ja. Ik vind het ook zo flauw om alles op die winter te gooien. Vind ik ook zo kinderachtig. Ik ook niet flauw. Ja, ik vind het heel kinderachtig. Nee. Ja, maar dit, is, dit hoort ook bij de fase dat je jezelf dan ook heel erg zit te verwensen. Ja, dat je van niet, zit niet zo bent. te seizoenblemen, ja. weet je wel of te seizoen shamen. Nee. Ik, Ik. Oké. Okay, het hoort het erbij. Het hoort Hoor erbij, erbij te he? worden. Was echt heel ziek. Gewoon helm op je hoofd zetten ja. en door. Ja. Oké. Okay. En vind dan, het vind het vind je, ja, dan vind je het maar even niet leuk. Nou, ik moet het zeggen... Het is ook helemaal niet altijd leuk. Wat ik, wat ik heerlijk vind nu... En daar, daar, ik ga dus ook steeds vroeger naar bed. Dan ga ik lekker onder mijn dek met... En dan heb ik zo'n hele zware sprei... Ja, een uh, verzwaringsdeken. Ja, dat is een beetje mijn ja. ikea verzwaringsdeken Jouw eigen inbakeren. Je bakert jezelf Je bakert in. Jezelf in ja. Met een boek. Ja. En dan denk ik van, nou, deze dag zit er weer op. Ja. En door. Ja. Ja, ik vind jou een heel groot levenskunstenaar. <laughs> dus, ik, dus als jij dit al, ik, als, als ik jou met een verzwaringsprij me voorstel met een boek, dan word ik al helemaal blij. <laughs> ik ben dan zo blij als ik onder die sprei lig. Ja. Maar ik, ik zou ook blij zijn als ik jou was. Want je hebt namelijk 70 dingen gedaan. Ja. waar iemand anders de drie heeft gedaan. Oh, oh, nou ja, je bent Direct heel lief. Denk daar vies. maar aan. Ik, um, ja, okay. Het is een zes, ik kan er niet meer van maken. Um, maar goed, ik heb een kleine probleem, dus al gezegd. Namelijk, ik wil alleen nog maar slapen. Ja. Heb jij nog een klein probleem? Nou, ik heb wel een kleine vraag aan jou. Ja, leuk. Um, ik heb één zoon uit huis. Eén zoon is echt in een razend tempo heel groot en stoer aan het worden. Ja. Uh, uh, toen dacht ik ineens: ja, het is een. Eindige tijd dat je ja. dus voor iemand moet zorgen. Ja. En ik sta heel erg ingesteld op zorg. Het wordt nu wel iets minder natuurlijk, maar dat is nog steeds bij mij. Ik, word, ik vind het ook heel fijn om te verzorgen. Ja. Dat gaat natuurlijk weg. Ja. Over een paar jaar dan zijn ze toch een keer denk ik. Het huis uit. Het huis uit. Ja. Wat zou dan het eerste zijn wat je dan bijvoorbeeld voor jezelf uh, zou koken, zou maken of wat, wat je jezelf zou toestaan als er dus dat er niemand is voor wie je moet zorgen? Toen dacht ik ineens, het lijkt eigenlijk een beetje op de periode dat je voor het eerst op kamers ging. Ja. Weet je wel, dat je dus voor het eerst dan in je studentenkamer zat. Ja, en wat, wat maakte je en dan, hè? Ja, toen dacht ik, ja, krabsticks. Heel veel krabsticks. Oh ja, jij had krabsticks, Echt, hè, als met, student. Met sojasaus. Godverdamme. Maar zou je dat nu weer doen, denk nee, je, als het denk, huis uitgaat? Nee, ik denk het niet. Maar bijvoorbeeld wel een hele doos after-eat opeten. Oh, ja, Raar, ja. Hè? Bij wijze Want, van avondeten. Ik weet... Ja, dat, dat zou ik dan ineens dat zou ik dan best wel leuk vinden. Ja. Want mijn moeder zei dan altijd, die kwam dan altijd heel, heel dikdoenerig met af te eten. En in dat verpakkingtje. Ja. En dan werd ik al woedend. Omdat het er maar één was. Ja, en ze waren zo flinterdun. Ja, en het werd altijd heel erg gepresenteerd. Als nou, dit, ja. dit, dit wordt echt... Delicatessen. Dit is, ja. uh, je is... zouden ze bij de libraaien hun neus uh, niet voorop halen. Ja... Het is ook dan, wel heel lekker. Ja, en, en dan ging ik op kamers en dan kocht ik dus van mijn laatste geld af te eten. Dan dacht ik: Fuck you, man. Ik vreet ze nu ik vreed allemaal, ik in ze keer nu allemaal op. Je bent Oh, jij? Ja? Haha. Maar ja, slaap natuurlijk niet. Oh, dat op. had ik met laat naar bed gaan zodra ik op mezelf Ja, ja zeker. Kankzinnig laat ja. naar bed gaan terwijl ik heel erg moe was. Ik leef s'nachts. Ja, ik ik, 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 nachts. ik ben niet meer gebonden aan tijden. Was nee. ook zo, want nobody cared. Maar... Oh, wat zielig. Nou ja, goed. Ja, nee, maar ja. ik weet nog dat ik. ik ja. Toen ik 18 was, ging ik naar Amerika. Dus dan was ik echt heel vrij van iedereen. En dan zat ik daar de hele tijd tot, tot diep in de nacht. En iedereen was van, oh, ik ben moe, ik ga naar bed. En ik zo, nee, 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 nee je moet allemaal opblijven. Omdat het, omdat het mocht. Weet ja, je wel? Dat, er was dat, geen toezicht. De, de, dat je denkt, er gaat nog iets heel leuks gebeuren. Ja, nee, er komt nog wat. Of je wil ja. om half twaalf nog naar de kroeg. Ja, wij gingen al pizza dat, bestellen. Ja, dat, dat, dat komt denk ik niet meer terug als je kinderen. Nee, zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet, of maar lijkt het, met het jou koffie? niet heel moeilijk om dan helemaal zo zonder structuur te leven? Ik bedoel, ik zit nu in zo'n harde structuur, maar ik heb best wel veel aan structuur. Ja, ik denk dat het, uh, Niemand dat het helemaal je niet goed je is om dan... Uh, nee, als, je dus niet hoeft, als je een dag niet hoeft te werken, dat je dan tot twee uur in je bed blijft. Nee, hè? ik denk dat dat heel miserig gaat worden. Ja. Dus dat wil ik niet. Ja. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat je gewoon hetzelfde doet. Je leven volplemt met afspraken ja. en verplichtingen. En dat je iets vrijwilligerswerksachtigs ja. gaat doen... Plus dat je dus slechter gaat eten. Omdat je niet meer denkt, nou ik. Uh... Nee, ik weet wel bijvoorbeeld, mijn vader en mijn stiefmoeder, die leefden heel vaak op een, uh, op een soort hond brood en een tomaat toen wij het huis uit waren. Maar dat is jouw familie die. Ja, sowieso ja. wel. Ja. ja, maar ja, er werd, er werd ja. toen wij uh, thuis woonden nog wel gekookt. Maar ja, dat, 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 dat verminderde volgens mij wel toen wij uh, weggingen. Er is natuurlijk niks mis mee. Dat je een beetje sober en een tomaat. Ja, en ze dronken dan wel altijd een glas champagne. Dus ze maakten er wel wat van. Maar ik vind Jeetje, het... Jeetje, dat is dan weer die tegenstrijdigheid, ja, hè? Dat trekt me wel. In plaats van uh, pils van schultenbrauwbier. Dat, nee, dat dronk jouw vader niet. Elke avond een glas champagne drinken. Nee, champagne. Ja. ja. Met een hol brood en een... Of bijvoorbeeld een paar lekkere kaasjes, een hol brood en een tomaat. Hm. Ja, het is wel een lekker maaltje. Ja, ik zei, als, ik, als, ik, als ik naast Mark zou zitten en ik zou dat hebben, dan zou ja, ik Ja, toch als ik het ja, heb. Gewoon topavond, dus ja, topavond. Ja, dan is het ook weekend, want dan, anders had ik die champagne niet. Oh ja, dat is waar. Jullie zitten nog met die weekends. Uh, ja, daar zitten we mee. Maar denk jij, nog heel even je, je, je vraag beantwoordende: denk jij dat je echt zult lijden aan het empty nest syndroom? Of denk je dat dat iets is uit vervlogen tijden? Want daar had ik het laatst met iemand over. Die zei ja, dat was ook een beetje uit de tijden. Dat vrouwen alleen maar voor de kinderen zorgden. Dus ja. als die kinderen weggingen, dan ja. was er niks meer te doen. Nou, ik denk wel dat, of je dat nou empty nest noemt, of dat het nu de fifties zijn of, of nu, dat, dat je wel even ontregeld bent. Ja, dat denk dat ik wel. Ja. Dat je een beetje dat, dat je even een dat je weer uh, even moet landen. En ja. denk, wat is nu eigenlijk mijn eigen routine. Want dat heb je natuurlijk. Uh, ja, ik, ik heb dat zelf nooit gehad, want ik heb bijna nooit alleen geleefd. Nee, ik wel dus... best wel lang. Ja, ja. Maar ik vond het veel fijner om in een roedeltje te leven. Ik ook. Ja. Ja, ik vind eigenlijk het allermooiste is als je met een groep mensen leeft, zou leven, en dat je je dan zo lekker terug kan trekken, ja, en dat je zo het gemummel op de achtergrond hoort, en dat jij dan op dinsdagavond heel veel zuurkool maakt en iemand anders. Woongroep. Een woongroep misschien ja. wel. Kan hè? Ja. 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 Misschien als ik negentig ben een woongroep met oude dames. Ja. Of oh. gewoon een bejaarde thuis. Ja. ja. Ja, terugkeer van de bejaardentehuizen ben ik sowieso. Voor. Ja, ben ik ook voor, want ik heb er in één gewerkt toen ik 18 was als receptionist. En toen dacht ik, ja, bejaardentehuizen hebben een hele bad rap, maar deze mensen hebben het echt veel gezelliger dan als ze allemaal in hun eentje ja. in een huisje hadden gezeten. Inderdaad. Ja. Ik bedoel, het is niet voor iedereen. Ik denk dat sommige mensen het verschrikkelijk zouden vinden, ja. maar deze mensen hadden het echt leuk met elkaar. Het roze spierenhuis. Ja, dit was de oude raai in Amsterdam. Uh, Helemaal ja. geen heel fancy huis of zo. Ja, maar gewoon... dat ken ik de fiets. Ja, ja, dat was echt prima. Oh, oh hm. ik schop nu heel hard tegen die elbuis. Sorry. Nou ja, dus Lies, was... ik zeg hondbrood, tomaat, ja. kaasjes. En op zaterdag een glas champagne erbij. Met je partner. Met je partner. Zonder je partner. Dat kan ook. Reclamemand, 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 reclamemand. Ah, weet je wat ik nu uit die uh, reclamemand heb getrokken? Nou, Bookbeat. Bookbeat. Yes, zeker. Ja, zeker, Bookbeat. Heb jij misschien een boek binnen Bookbeat wat een all-time favorite is voor jou? Nou, dat is heel makkelijk, ja. want Bookbeat heeft meer dan 900.000 boeken. Hallo. Dus die heb ik even allemaal bekeken. Dat is een hele mooie boeken, als jongens van hier zoals aan Albanië weer terug. Precies. Ja, precies. Maar die hoef je dan niet in je huis te zetten, want die heb je dan lekker allemaal gewoon Och, in wat device je device zitten. die je kan ontzettend ontspullen. Ik ga even de, de tip erbij pakken ja. die ik had bedacht. Het leek mij leuk om even in de categorie klassiekers te kijken. Absoluut. En toen stuitte ik ineens op het boek Twee Vrouwen van Harry Mullich. Heb je dat wel eens gelezen? Ah nee. Het is voor mij ook wel lang geleden. Ja. Um, maar het is ook uit mijn geboortejaar blijkt. Ja. Ik heb het dus wel gelezen als, als, als jong iemand. Er staan allemaal van die. Nou, ze hebben echt veel klassiekers, vind ik wel leuk. Um, hij schrijft dat boek, dat gaat over de liefde tussen een gescheiden kunsthistorica, ja. wie kent ze niet, ja. en een jong meisje. Ja. En uh, uh, hij gaat dat dan een beetje ver, 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 verbinden, want dat deed Harry Müllichet. Het was natuurlijk altijd wat hoger. Het was enorm, uh, we Met, halen alles erbij. We halen alles, de mythologie erbij. Olympische no kleintoffletten worden erbij gehaald. Precies, Orfus, Oedipus. Tuurlijk. Dus het is een uh, groot drama op klassieke leest geschoeid, zullen we ja. maar zeggen. Ja, maar dan in de huidige, nou ja, in de jaren zeventig. Ja. Dus dat vond ik een heerlijk boek in de tijd. En dat kan Eker. je dus ook luisteren. 3 uur en 59 minuten is eigenlijk niks. Ja, dus is gewoon van, een paar keer op de fiets zijn. Van hier heen. naar Limburg en weer terug. In de auto, want dat vind dan, ik namelijk heel lekker. Hè? Dat is waar, in de auto kun je dat ook lekker. Ja, ik doe het dus ja. altijd op de fiets of wandelen. Oh, heerlijk. Maar dan zou ik het dus eigenlijk in, in, in vier grote wandelingen met Wally helemaal kunnen beluisteren. Oh, dat lekker. Nou, ik vind het heel lekker in de auto en ik vind het heel vaak dan ook wel jammer dat je dus al thuis bent. En ook wel lekker dat het dan even het verkeer stilstaat. Ja, hè? zeker als je een hele grote zak met de auto erop hebt, oh, Die dus je dan kan wegwerken. kan luisteren. En dan lekker met Harry Mulesje. Ja, in je oortje. In, in je of tenminste, of op je, op, op je spiekertjes. Ja. Wat we heb hadden, jij eigenlijk? Ja, gevonden? we hadden het over een van Keulen, en nou blijkt dus dat ook alle dagen laat het eerste deel van die heerlijke dagboeken van haar uh, op bookbeat staat. staat er ook gewoon op. Jongens, ja. als je in de file staat naar, uh, naar uh, Waddingsveen en ja, weer terug. elke dag. of je zit in een werken, de trein en je lekker afsluiten. precies. zet dan lekker even alle dagen laat op. Ja, want ik daar ga je gewoon geen spijt van krijgen. zet het dan zet, zet je bookbeat app aan. druk op mensen van Keulen. alle dagen laat. En begin met genieten. Ga er gewoon lekker even heen. Ga hee in die file staan. Nou het is zo lekker, joh. Ga vrijwillig in een file staan. Zeg ben jij ook benieuwd of dit iets voor jou is? Dan moet je je aanmelden, of moet het mag. Het mag, jongens. Ja. Want het is een veilige situatie hier in tuin. Heel het mag. veilig. De code A en lies. En probeer Boekbeat 60 dagen gratis. Dan kan je, dan kun je het hele he werk van mensen van keulen. Ja. Kan je al die klassiekers in één keer doornemen. Ga je Harry gewoon Mier. door naar uh, The Great Absoluut. Gatsby? Die staat er ook op, zag ik. Oh ja? Ja. Heb ik ook nooit gelezen. Dat is een heel leuk boek. Ja. Ja, dat is echt een leuk boek. Heb jij natuurlijk wel weer gelezen, Af? Wat heerlijk. Dit boek heb ik wel gelezen. Absoluut. Ja. Maar ik ga het gewoon opnieuw lezen op boekbied. Veel plezier, mensen. Geniet. Reclamemand, reclamemand, reclame reclamemand. We hebben ook nog een groot probleem. Ja, zeker. Um, Aaf, ik zat. Uh, dat komt door jou. Je hebt mijn leven in die zin ook veranderd dat ik de dagboeken van mensen van Keulen heb ontdekt. En die ben je echt gaan vreten. Oh, ik heb dat gevroten ja, vorige hè? week. Neerslag van een huwelijk, dat is het middelste deel. Want ik heb er nu drie gelezen. In welke periode speel je? De eerste je, is uh, alle dagen laat. Dan is mensen nog, uh, zit nog in, de, in, die, in die relatie. Dan krijg je uh, neerslag van een huwelijk. Nou, dan hoor je, dan snap je al wat er gebeurt. Ja. En daarna krijg je moeder en pen. Dus dat is, uh, dat mensje, was de enige die ik had gelezen. Mensje van Keulen gaat, die is die, dan weg bij haar man. En die, die gaat als alleenstaande moeder weer schrijfster worden. Ja. Dat probeert ze de hele tijd in de boeken daarvoor... probeert ze weer tot schrijven te komen. Maar dan dat krijgt ze zoveel shit over zich ja, heen. Ja, dat, dat het eigenlijk gewoon, helemaal niet lukt. Dat, ze, dat het er niet lukt om creatief te zijn. Ja. Ze moet alles in alle zeilen bijzetten... om ja, overeind te blijven. Ja. Jongens, werkelijk waar. Lees die... Lees die dagboeken. Ja, hè? want ze oh. zijn alle drie gewoon te krijgen, toch? Zijn... Nee, deze neerslag van een huwelijk helaas alleen oh, nog nee. als e-book. Oh, als e-book, ja. Of via boekwinkeltjes. Ja, ja. En, en en het. Um, nou ja, ik, ik, ik vroeg me iets af terwijl ik dus neerslag van een huwelijk las. En ik wilde jullie even een klein fragmentje uh, voorlezen. Ik hoop niet dat het veel te lang is, jongens. Het moet natuurlijk kort zijn, een avondfragment nou. of niet? Wat denk jij? Het is ook wel leuk om even een beetje erin te kopen. Ja. Anders, alles als kniptvloeren, klein klei. Weet je, als het te lang is, dan knipt ze uit. Ja. Het is, uh, uh, we hebben, ze hebben het over de keiharde jaren zeventig, literair Amsterdamse milieu. Ja. Het is best, het gaat er echt best wel heftig aan toe. Een hoop drugs, een hoop drang. Ja. Hè? Heel veel vrije seks. Vrouwen die um, waren allemaal aan de pil en die moesten echt wel gewoon hun broekje gewoon uittrekken, omdat ze niet zo heel moeilijk moesten doen. Ja. Nou, ze moesten niks, maar. Nee, maar zogenaamd was dat allemaal het allemaal wel ook continu. Heel leuk. Oh ja, ja. Ja, en dat was dan eigenlijk alleen maar lachen, of dat moest je dan... Ja, zo leuk vinden. Ja, dus... Nou ja, ik, ik ben echt een beetje verliefd op mensen van Keulen. Oh. Zoals de hele wereld in de jaren zeventig. Want iedereen was verliefd op mensen van Keulen. 1 januari 1977. De klok op de televisie sloeg twaalf. Gelukkig nieuwjaar. We waren in het appartement van John Jay, die net de twee dagen woonde. 150.000 gulden voor drie kamers, en dat schijnt mee te vallen. Ik ga nu even door, ik spoel even door. Wie zitten daar in een hoek van de kamer? Haar man Lon en ene C. En die C, die is al in uh, nou, die zit al in het uh, eerste boek is dat al een soort van kwelgeest. Want er is met die C van allerlei geheimzinnigs aan de hand. C is een vrouw. Yes. Ja. C kwam, ging bij Lon in een hoek zitten en is er niet meer uitgekomen. Uiteindelijk zaten ze belachelijk ernstig te fluisteren. Om me heen deed iedereen of er niets aan de hand was. En ik probeerde te luisteren en af en toe deel te nemen aan het gesprek en mee te lachen. Terwijl mijn hart als een gekte keer ging. Gelukkig nieuwjaar. Ik liet de auto staan op de gracht. ter hoogte van het vrouwenhuis, waar straat en stoep schoon waren. Het was tussen vijf en zes. Ik rende zowat naar huis, zag mijn witte laarsjes stappen. We zeiden geen woord. Gingen naar bed. Geen woord. Toen Lon sliep, ging ik naar mijn kamer, dronk een glas whisky en viel op het logeerbed in slaap. Een uur of twee later stond Lon naast me. Hij kroop bij me in het smalle bed. We gingen naar boven, sliepen verder. Toen we ontwaakten, was hij aanhankelijk en ik bleef voor dood liggen. Op een gegeven moment ging ik overeind zitten en zei zonder er weer na te denken: Thee, koffie? Blijf nog even liggen. En toen, ik weet niet meer hoe ik begon, stroomden de woorden eruit. Af en toe hoorde ik mezelf van alles uitroepen. Hij bleef geduldig, veegde mijn tranen weg. Ik zei het ineens: Ik weet zeker dat je wat met haar hebt. Ze kijkt naar me of ze last van de geweten heeft of iets van me wil. Wat een plaatje vannacht, niet om aan te zien. Ik ging maar door. En hij liet me maar praten, werd niet kwaad, liep niet weg. Het kan niet waar zijn, dacht ik. Het kan niet, het mag niet. Ik heb zelf ook wel wat te vertellen en zal dan meteen erachteraan zetten, zeggen. Maar hetzelfde niets voor. Dat cliché, al is het gemeend, zou het helpen? Zou het juist erger worden? Hij kan de laatste tijd zo onverschillig, koud zijn. Hij ontkende, noemde me achterdochtig, te veel fantasie. Hij suste. Het maakt hem gelukkig als ik aan het werk ben, zegt hij. Mij ook, zei ik. Maar het gaat niet en dat komt omdat jij zo anders bent al een hele tijd. Hij liet het zich zeggen. Ja, het gaat maar door, jongens. Oh, wat een Hartverscheurend, En die man zegt: Je bent gek. Ja, dat is, gek. Dat is echt klassiek dus... gaslighten. En hij, zij wordt dus gegaslight zonder weerga. En ik, ik, je, je duikt eigenlijk in het vermoeden. Zij, zij wordt, het haalt het afschuwelijks in. Ja, haar maar zij boven. wordt natuurlijk getergd. Zij wordt getergd. En je denkt: Je wil wel schreeuwen. Ga weg. alsjeblieft weg. Ja. Maar dat kan niet, want ze houdt zoveel van deze man. Ja, en man. hij geeft het ook niet toe. Nee, en soms geeft hij dus iets. Soms is hij lief voor haar. Oh, ja. En dan is hij weer een week weg. En ja. dan zegt hij: Ik ga naar de film. En zij vindt ook de hele tijd bonnetjes. En afrekeningen. En, en hotelrekeningen zijn. in zijn jaszak. Oh, weet je, dan zie ze weer dat ze naar de oester is. Is naar de oesterbar geweest voor 150 gulden? Of. En uiteindelijk komt natuurlijk de aap uit de mouw. En. Um, ik, vroeg, ik, ik, ik vraag me eigenlijk af hoe, waarom deze man. Waarom heeft deze man dat gedaan? Waarom, ja, waarom was hij bij die C, bij die, zee die, die uh, naar hij zegt en, uh, uh, be, een beetje dom is en heel makkelijk is. En hij noemt haar inderdaad een fruitboom. Dus met, met wat je dus heel makkelijk fruit Terwijl mensen van Keulen was gewoon een soort heel woeste. Uh, bloed aantrekkelijke vrouw die heel creatief was, heel veel talent had... die iedereen wou, die gewoon... Ja. En, en op een of andere manier kon die man het misschien wel niet hebben... dat zij nee. al die vrienden had, al die mensen had die om haar heen... Uh, al... een interessant leven. Ja, en, en uh, wilde die daarom, zal ik maar zeggen, zijn gram halen... of op een of andere manier het haar betaald zetten door bij, uh, door, die, door die vriendin te hebben. Nou ja, weet het, of, ja, deze mensen leven ook allemaal nog. Dat. Misschien leeft deze scène ja, nog wel. Dat zou natuurlijk kunnen. Wij zitten ook maar te speculeren. Wij zitten ook maar te speculeren. En toen dacht ik, hoe kan het nou dat die man is ongelukkig? Hij zegt niet, luister, mensje van Keulen, ik ben dood ongelukkig, want ik voel me ondergesneeuwd. Ik ben onzeker naar jou. Ja, hoe kunnen we er iets aan doen? Want ik voel gewoon dat we uit elkaar drijven, weet ja. je wel? Nee, mannen gaan. Toen dacht ik eigenlijk de meeste mannen waar ik. Nou ja, nee, ik zit enorm te generaliseren. Over het algemeen gaan mannen niet weg bij hun vrouw. tenzij ze iemand anders hebben. Ja, hoe kan dat? Waarom is dat? En vrouwen doen dit natuurlijk ook. Uh, vrouwen gaan natuurlijk ook vreemd. Vrouwen zijn ook gemeen. Ja, of, of jij of vreemd gaan maar of wat dan ook. En jongens. iemand in de coulisse neerzetten. En dan... nou, ik, maar, 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 ik heb toch wel het vaakst gehoord over. Ja. dat dat een vrouw die is tijdens een relatie heel lang ongelukkig. die neemt in de hoofd afscheid. Precies. die regelt neemt ze een echt huis. Een besluit. Die, 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 die regelt het voor zichzelf. en die zegt dan ineens: ik ga weg. Ja. En die is dan alleen een tijdje. Ja. Terwijl een man heeft heel vaak stiekem dan een vriendin. Ja, wordt er. Of al iets projectmatigs wat staat Precies. te wachten. En die gaat dan weg omdat hij dan iemand heeft. Ja. Waarom zou dit nou zijn aan waarom? Waar, nou, ik waar, vind het ook, ook heel dat? fascinerend. Mijn vader, um, ja, sorry, die was dus ook zo. Sorry, daar kan, daar kan ik niks aan doen. Maar ja. die zei altijd: je moet de ene schoen pas uittrekken als je de andere hebt aangedaan. Dat gaf ja. je ook als tip aan mij. Ja. Um, Grappige opvoedkundige tip. Um, ik denk dat hij dat niet eens heel kwaadaardig bedoelde. Maar hij, hij was gewoon heel erg klein. had zoiets van, ja, je gaat toch niet weg bij iemand... als je niet een leuk nieuw iemand al hebt geregeld. Dat is toch gek, vind, ja, je, vind je niet? Ik Want vind je vind denkt dat dat toch, ook, ik ben dood, wonderlijk. Ik ga weg, ja. ja. Maar ik heb hier dus dingen over op zitten zoeken. Ja. Deze mensen, die heten... Uh, overlappers. Ja. Ja. <laughs> Wat ik een hele goede term ja. vind, dat is het natuurlijk. Um, en die zien uh, de andere persoon, dus in dit geval bijvoorbeeld ja. die C... Of, of mijn vader had dan alvast die volgende vriend. Als of een, een airbag, dus het komt dan allemaal niet zo hard in je gezicht dat je relatie uit is, ja. want je landt lekker op het volgende kussen. Ja. Of als een brug. Uit de relatie. Ja. Dus dan is het niet zozeer dat ze met die volgende ook lang blijven, maar ze hebben een, een manier om, om het afscheid aan te kunnen. Precies. Doe je dat? Precies. Dat, dat, dat daar kan ik me inderdaad. En dat bij heb voorstellen. ik zelf ook wel nou, eens uh, gedaan. Nou ja, ik heb dat niet tegelijkertijd met die relatie gedaan. Nee, maar ik, het, het hielp niet. mij wel heel erg om iets af te breken, om, om ineens een beetje verliefd op iemand anders te worden. Dus dan had ik het wel al afgebroken, ja. maar dan kon ik het afgebroken laten, zeg maar. Dan kon ik denken, oh, nu sta ik op het bruggetje en ik zie ineens andere horizonten in het verschiet. Ja. En dat herken ik, dat snap ik wel. Dus dat je als het ware je aandachten van af kan leiden ja. en beter daarom het verdriet over die breuk beter ja. aan kan. Ja. Ja. Maar ja. Maar ik, ja. Ja. Is het, is het niet ook zo dat vrouwen heel vaak al verdrietig zijn over een breuk terwijl ze nog in een relatie zitten? Ja. En dus hebben besloten om weg te gaan. Ja, dus dan is dat hele rouwproces al geweest. Je hoort ook vaker, sorry dat ik zo generaliseer ja, jongens. Ja. Je hoort ook vaker dat het voor een man als toverslag bij heldere hemel komt. Dat ja, dat zo'n vrouw, vrouw dan weggaat. Weg ja. ja. Dat vind ik altijd zo vreemd. Dat heb ik ook vaak gehoord van mensen. van Ja, nou, ik begreep er niks van ineens. Mm -hmm. Dan denk ik, nou, dan heb je toch niet op zitten letten. Nee, ik ben ook wel eens van de een op de andere dag bij een. Relatie, ben ik weggegaan. Ja, terwijl het voor jou dus niet van de een op de andere dag Helemaal was. niet. Nee. En ik had ook niet iemand anders. Nee, maar je, je zit dan al een tijd te gisten ja. en te broeden. Dus en... Oké, okay, ik ga. Ja. En dat voelde eigenlijk heel fijn, omdat je namelijk, maar ja. Nee, maar het gekke vind ik dan dus dat de verlaten partij daar zo verbaasd over kan zijn. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je niet doorhebt ja. dat iemand zich onprettig ja. begint te voelen. Dat vind ik zo vreemd. Je moet dus echt met elkaar blijven praten en zeggen, hoe, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Ja. En ik vind ook dat je als ander ook de verplichting hebt om te delen... dat je je, ver, dat je verwijderd raakt. Nee, dat zeker. Je... Dat kan je maar beter zeggen. Ja. Ja. Uh. Maar ja, goed. Wat, 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 het, wat... Ik vind het namelijk zo hard omdat het zo jammer is. Want je, ja. je weet gewoon dat deze mensen heel veel. Waarom pak ik nu mijn telefoon? De... Oh, ja, ik doe nu net of, of het dat het boek is. is. Ja. Had ik natuurlijk mee moeten nemen. Dat ligt thuis nog onder mijn kussen. Ja, het is heel goed. Je weet dat deze mensen heel veel van elkaar houden. Die zijn gek op elkaar. Ja. Alleen ze zijn heel ongelukkig en ze kunnen het niet met elkaar oplossen. Nee. En dat is zo verdrietig. Want het is heel makkelijk om die lon een ontzettende klootzak te vinden. Ja, maar dit is iemand, die man die. die... Ja, ik vind dat, het dat wel heel, niet erg, wat ja, doet, het wat heel erg wat hij doet. Het is heel erg wat hij doet. Maar je denkt, waarom heb je niet tegen haar gezegd... Ik, 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 nou ja, goed. Zij ja. wil een kind en hij wil dat niet. En daar hebben ze heel veel ruzie ja. over. Ja. Ze krijgt het kind en hij is weg. Ja, oh, ja dat het is... is heel pijnlijk. Maar denk je ook. Wat niet, maken we dat er toch allemaal een potje van in ons leven. met de relaties die we hebben? Nou ja, wat, wat wij ik, als mensheid bij elkaar. Als we het nog even hebben over inderdaad elkaar verlaten. Op, zonder aankondiging. Ofwel. Ik heb ook het gevoel dat. Um, zeg maar. met, met um, man-vrouw-relaties. Ja. Als een vrouw ongelukkig in, in een relatie gaat. ze dat met best wel veel mensen bespreken. Absoluut. Of best wel veel. Ja. In ieder geval neemt ze een aantal mensen in vertrouwen. Oh. En ik heb het gevoel al wederom generaliserende. Dat mannen dat minder doen. Dat ze niet ja. hun hart gaan uitstorten nee, ergens. Nee, nee. Uh, misschien vinden ze dat gênant. Of is het ze niet aangeleerd. Maar ik las een... nou ook weer in een boek over, uh, over relaties... dat het eigenlijk helemaal niet goed is... om te gaan klagen over je partner bij vrienden. Oh nee? Omdat het daarmee de verwijdering tussen jullie groter wordt. Ja maar, ja, maar dat vind ik moeilijk. Want ik vind het ook fijn om, om raad te vragen. Ja, want ik vind precies. het heel fijn als een vriend tegen mij zegt... nou, ik vind dat je je nu wel overdreven ja, staat, Of, van, nou, of uh, je, je hebt groot op... gelijk. Ik vind het heel erg voor ja. je. Maar, maar het, is ook het lukt goed mij altijd om... heel erg op. Ja, ja, nee, mij ook. Ja. Maar dat, dat is dus toch ook een verwijdering. Ja. Moeilijk, hè? Ja, nou ja, dat is wat grappig wat je zegt over die verwijdering. Ja. Want ik heb wel eens ook gelezen dat mensen, als ze dus op het punt staan om uit elkaar te gaan. Ja dan gaan ze de andere persoon in hun hoofd alvast een tandje erger maken. Ja. Want dan is het makkelijker ja, om makkelijker die ander weg te verlaten. Te ja. En dat is misschien inderdaad de functie van bij je vrienden klagen, soms. Ja. Dat je, dat je ja. een, een soort een ja. spookverhaal over ja. die ander wil vertellen... waardoor die vrienden zeggen, hu hu, wat een, wat een lul, wat een trut. En dan kan je makkelijker ja. weg. En, en je, je gaat ook, als je eenmaal in je hoofd hebt gezegd, gezet... Van, van, nou, ik vind Joep echt een ontzettende lul, Ja, wijze spreek spreken... Ik, uh want hij deed vanmorgen weer zo vervelend tijdens het ontbijt. Ja. Dan ga je in je hoofd zoeken naar dingen die dat, uh, bevestigen. Die dat bevestigen. Ja, precies. Weet je wel? Dat dat las ik ook in dat boek. Ja. Dat ik, uh, uh, en toen dacht ik ja, dat is waar. Je gaat Net als dat je iemand heel leuk vindt, ga ja. je ook allemaal dingen in je hoofd bij elkaar vegen. Eigenlijk je doe je alles bijna in je eigen om hoofd. Je eigen therapie te, je, van je eigen theorie te ondersteunen. Ja. Ja, je doet eigenlijk alles in je eigen hoofd. Ja. Nee, want met verliefdheid is precies het tegenovergestelde. Maar dat, dat nog gebeurt. In, in, bijvoorbeeld hoe iemand uh, een boterham eet. Dan kan je hem van oh, het is zo leuk! Een ja. boterham. Ja. Oh. Ja. En dat kun je dan later ja. omtwisten in walgelijke boterhammen eten van hem. Als je verliefd bent, dan is de wereld om diegene heen ook heel leuk. en Helemaal grappig. hè? Al loopt diegene langs een vuil vuilnisbelt en... ja. met, met ratten, ja. dan denk je nog, ach, wat grappig. Ja, <laughs> die ratten. Bizar, hè? Ja, Raar, hè? ja, ja. Ik, dat, is, dat is iets heel wonderlijks aan, uh, aan de menselijke geest. En ik zit ja. nu te denken dat de mensen die dus overlappers zijn, die zijn misschien iets minder goed in, in hun eigen geest de situatie zo. Horrible maken dat, dat, ze, dat ze de stap kunnen zetten om ja. weg te gaan. Nee. Dus die hebben een, een, een hulpstukje nodig. Ja. En ja. dat is een andere persoon om vast weer verliefd op te worden. Ja, zodat je eigenlijk iets leuks hebt waar je, je aandacht op kan richten. Precies. In plaats van die makkelijker. Naart. Ja, wat een goede af. Dat is natuurlijk. Nou ja, dat zo. verzin ik nu eigenlijk terwijl we hier zitten te praten. Het is ja. natuurlijk veel leuker om, om een positieve uh, reden voor jezelf dan ja. een relatie te verlaten dan om een negatieve reden is ook veel ja. makkelijker terwijl de overlap een, een overlaprelatie dat is heel vaak dat is heel vaak niet een relatie die stand houdt nee hè? want dat is een dat bruggetje is gewoon niet, het dat is, is gewoon, gewoon een bruggetje. bruggetje je bent namelijk helemaal niet wie je echt bent nee. als je nog met iemand anders bent nee en je, nou ja zit ja. je met alle gekke lijntjes nog vast ja. nee dus dan is dat overlaprelatie vaak het bruggetje en ja. dat dat brokkelt dan weer af dat brokkelt dan weer af dus maar ja het is ja. wel even een hulpstukje ja en dan hoef je dus niet door die shit heen van... Eh, oh, ik vind het allemaal heel kloot en ik ja. moet het nu helemaal gaan uitleggen. En eh, ik moet het steeds stommer gaan vinden. En ik moet helemaal de bodem raken. Dat is het. Deze man in het boek zegt, hij wil dan eigenlijk een uh, driehoeksrelatie. Dat stelt hij ook die voor. Hij wil, wil gewoon heel graag dat het... Uh, nou niet... Super oplossing. Ja, <laughs> dat is natuurlijk fantastisch. Voor alle partijen. Vooral voor, voor alle nee, dus partijen, dat, ja. dat, 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 uh, dat, Hij wil gewoon ze allebei. En hij. Ja, uh, zo klinkt het ook heel erg. Hij want wil Hij laat alle... niemand gaan. En hij zegt de hele tijd: hoe denk je dat het voor mij is? Ik vind het ook afschuwelijk. Ik vind het ook vreselijk. Ik wens het niemand toe, jongens. Wat oh, ik, wat ja. ik, waar ik nu in zit, daar wens ik niemand toe. Oh, dat is heel. erg het... Wintervol Liefde, wat ik nu oh, dus allemaal terug ga Ja, kijken hij draait ben. het ja. helemaal om. Daar is één man. En uh, ik ben even zijn naam, Sol. En die, die zit dus de heette te bespreken met beide vrouwen. Nou, Wintervol Liefde is toegestaan polygamie, want dat is het concept van het programma. Want je Toegestaan moet met, polygamie, nou ja, is je moet met meer mensen, Je moet met meer mensen daten op hetzelfde moment. Dat is nou eenmaal hoe het programma is. Want nou, het is, is eigenlijk gewoon boer zoekt vrouw. Zo stressvol. Ja, en dan gaat hij dus steeds met die vrouwen het probleem bespreken. dat hij ze allebei heel erg leuk vindt. Dat legt hij dus oh, bij die vrouwen dan neer. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat, is, dat willen ze helemaal niet horen. Dat is helemaal niet leuk. Bespreken met je broer, die woont twee dorpen verderop. Deze man zegt dan dat hij die C. dus geil vindt. omdat ze dus niet. Uh, nou, ze is gewoon niet. Het is niet mensje van Keulen die heel. Uh, die heel felle zijn, heel moeilijk doen ja. en heel slim is. Ze dus ja. is, dus is dom en het is makkelijk en het is allemaal hartstikke leuk. Ja, maar waarom bespreken maar dat zegt hij ze dat dan niet met tegen die, die Nee, ik vind het echt... Dat is heel wonderlijk. Ja, en eigenlijk is dat weer overlappen plus. Kijk, ja. overlappen is schijnheilig en, ja, en een zo beetje Ja, als zo'n grootzak gedragen dat maar de ander nog zegt... spreken. bespreken. Ja, ja of, of inderdaad bij de ander neerleggen van... Uh, Mm. zullen we anders een oplossing doen die mij heel goed uitkomt die mij heel goed uitkomt ja, omdat ik geen lol meer ja jou vernederen en ondertussen ja. neuk ik me helemaal suf met een ja, C heb ik gewoon twee adresjes Godverdorie. ja jongens we kunnen blij zijn dat de jaren zeventig voorbij zijn laat ja. ik het zo zeggen laat ze nooit meer terugkomen nee ze komen ook nooit meer terug <laughs> Dat scheelt <coughs> Sorry, maar die overlap dat is ja vind ik een hele goeie. ja het bruggetje het brugje in de airbag. Oké, okay, opgelost. Uh, Prima. Goed. Reclamemand, 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 reclamemand. En daar trekken we weer. We trekken weer een hele mooie, rieten, handgemaakte, ambachtelijke mantel voor. Ja, zijn. hij knispert en hij knaspert. Weet je wat daarin zit? Een hele dikke, vette autoverzekering. Oh, leuk. Dat is mooi, hè? Ja, zeker. En eventjes een mooi bruggetje naar deze specifieke autoverzekering. Ja. Want er is, nou, het is namelijk niet zomaar een autoverzekering. Het is nee. een hele bijzondere autoverzekering. En ik sla even een hele mooie, intelligente brug. En ik vraag aan jou: zie je eigenlijk een verschil af tussen, tussen man en vrouw hoe ze rijden? Nou, ik heb daar een heel geinig feit over. Vertel. Mannen zijn meer betrokken bij frontale botsingen. En dat wil je niet, jongens. Dat nee, dat is, is niet echt leuk. denk fijn. Nee. En vrouwen zijn juist meer van het raken van stilstaande voorwerpen. Hoe kan dat nou? Ja, ik, ik raak inderdaad iets. best wel vaak stilstaande voorwerpen. Ja, nou ja, ik, ik kan hier ook zo rijden, maar nee. ik zit er wel vaak naast dat iemand een stilstaand voorwerp ja. raakt en dat is een man, maar goed. Ik zou het minder vinden als ik uh, bij frontale botsingen betrokken zou raken. Ja. Ja, dan raak je dat toch liever een paaltje. Dan raak ik zeker liever een paaltje over mijn eigen fiets. Maar ja, liever raak je gewoon helemaal niks. Nee, dat klopt. Dat en is ik waar. heb nog iets geleerd. Ik leer echt dingen van onze reclames. Ja? Het is een ding ja. dat vrouwen krijgen vaak te horen van je kan niet goed rijden. Je kan ja. niet goed navigeren. Je kan dit niet. Al die dingen die vrouwen uh -huh. te horen krijgen over autorijden. En daardoor gaan ze dan bijvoorbeeld. Slechter presteren. Ja. Onderpresteren eigenlijk. En dat heet een stereotype threat. Dat vind ik heel zielig. Erg, dus als hè? je tegen iemand zegt: Je bent dik, je bent dik, je bent dik, ja. dan voel je je ook heel dik. Ja. En dan denk je, ja, ik kan die broek ook niet aantrekken, want ik ben dik. Dus hetzelfde nee. als met autorijden. Precies, je krijgt er stress van. En van die stress ga je slechter rijden. Ja. En dan wordt het eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Nou, dat vind ik eigenlijk heel zielig. Erg, hè? Ik heb wel eens gezegd tegen iemand op een terras die zat te kijken, ik, ik kan het niet meer. Wil jij alsjeblieft inparkeren? En dat deed diegene toen. Ja, vind hem, dat, het was een man, die vinden dat natuurlijk. Heerlijk, ja, best wel. Ja, ja. En jij leuk. klappend ernaast, ja, nou mooi. Dus iedereen ze dus maken ook gebruik, maar van een stereotype, uh, snap je? Dat maak ik ook heel schaamteloos stereotype. Van, uit. Nou ja, iedereen Hema. rijdt op zijn eigen manier. Dat uh, wil, dit verhaal, maar dat eens is zo. Zeg, zo, Kijk, en daarom heeft Interpolis de autobewust autoverzekering geïntroduceerd, en dan kan Precies. je dus. Je bent dus gebasisgedekt. Ja, gebasisgedekt, gebasis heel mooi. En dan kan je dus eigenlijk ja, verschillende segmenten... Die kan je zelf, dan kan je zelf je eigen verzekering samenstellen. Hartstikke goed. Zo houd je de premie ja. zo laag mogelijk voor jouzelf. Ach, maar niet zo laag dat je ja. er niks aan hebt natuurlijk. Jongens, er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Ik zou zeggen, duik er eens in. Want je bent echt een dief van je eigen levensgeluk als je dat niet doet. Toch? En dan moet je gewoon even koekelen op ja. www.interpolis.nl. Succes ermee reclame reclamemand, reclame reclamemand, reclamemand. Nou, we hebben ook een relationeel probleem voor. Uh, voor onze. Uh, van onze luisteraar. Wil jij hem voorlezen? Doe ik. Lieve Ave Lies, al sinds onze tienerjaren ben ik samen met mijn man. Hoe leuk! <laughs> we hebben natuurlijk ook allerlei fases van en met elkaar meegemaakt. Ook allerlei maten en gewichten overigens. En daar ligt mijn probleem. Zelf ben ik echt geen Fit Girl, maar ik ben wel altijd iets bewuster met eten en met mijn lijf bezig dan mijn man. En dat was prima. Nu de kinderen wat groter worden, heb ik me op het sporten gestort. Ik krijg er bergen energie van en let op mijn eten. Gevolg, ik val af, voel me fit en ben sinds jaren weer eens tevreden als ik in de spiegel kijk. Tot zover helemaal top, maar waar ik voor mijn gevoel fysiek floreer, knipoog, is mijn man juist nog contenter met zijn zwaardere gewicht. Qua gewicht groeien we letterlijk uit elkaar. Hij is altijd wat zwaarder en bovendien heel groot. Het staat en past hem en het hoort bij hem. Hij wordt echter steeds gezelliger of concreter gezegd, voller. Ik vind dat niet aantrekkelijk in deze mate. Bovendien zou het voor zijn gezondheid beter zijn als hij zo matig met ongezond eten en zou gaan bewegen. Ik zou hem graag gezonder en bewuster zien. Hoe geef je dit bij je partner aan? Mag ik dat aangeven? Het schuurt sowieso met mijn overtuigingen, omdat ik vind dat je iemand niet moet willen veranderen. Ik besef me heel goed dat ik iets heb veranderd in mijn eigen gewoontes en daardoor plots veel meer vind van de keuzes die hij maakt wat betreft eten en zijn lijf. Maar ik zou hem fysiek toch echt aantrekkelijker vinden als hij wat minder zwaar is. Wat te doen? P.S. Ik ben gelukkig met hem. En er zijn gelukkig heel veel dingen die wel heel aantrekkelijk zijn aan hem. Oeh, ja. Ja. ja ik vind het lijkt me een leuke man. Ja, ze beschrijft hem hartstikke lijkt leuk. Ze zijn al Sinds onze, hun tienertijd. Trouw, gezellig. En um, ze is heel gelukkig met hem. Ze vindt heel veel dingen heel aantrekkelijk aan ja. hem. Ja. Dan kan iedereen in de jaren zeventig nog een puntje aan zeigen. Ja. He, wat betreft het vorige onderwerp. Want ze hebben dus al grote geel ze zijn echt al heel lang samen. Um, ja. Zou jij er iets over willen zeggen? Nou, ik. Kijk, ik, ik herken dit van mensen die bijvoorbeeld stoppen met roken of uh, ja. inderdaad veel gezonder gaan leven of gaan afvallen. Ja. Stoppen met drinken. Ze willen dan heel vaak dat goede gevoel wat ze zelf hebben, het is eigenlijk heel lief. Ja. Uh, ook aan een ander geven. Ja. Dus ja. van, oh, dat moet jij ook doen, dat moet jij ook doen. Jij moet wel? ook eens familieopstellingen gaan doen. is ja. zo goed voor jezelf. Ja, precies. Ja, ja, van die mensen die een gekke therapie hebben. Ja. Jij moet ook, Wim hoffen, ja. jij moet ook heel lang je ja. adem inhouden. En je zo. wilt delen dat wat jou blij maakt, wil je delen met degene van wie je houdt. Hoe precies. Doe je dat? Maar er zit hier nog een tweede component aan. En dat is dat ze het ook gewoon wat minder aantrekkelijk begint te vinden. Dat hij steeds dikker wordt. Ja. Dus het zijn twee dingen. Het ene is van ze voelt zichzelf nu veel beter. Dat zou ze hem volgens mij ook gunnen. En ze hoopt, ze wil dat hij gezond oud wordt ja. natuurlijk, want ze houdt heel veel van hem. Maar ze vindt hem ook gewoon net iets minder aantrekkelijk. Ja. Dus dat en dat is volgens mij het lastigste punt. Ja. Want dat is echt niet fijn om tegen iemand te zeggen. En maar het is niet... ook niet fijn om te voelen. Het is niet fijn om met een partner te zijn die je eigenlijk niet meer aantrekkelijk nee. vindt. Want dat daar, 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 dat is natuurlijk heel ambivalent. Ja. En, ja. Maar het moeilijke is weer, het is een beetje een vicieuze cirkel. Ik wil het niet altijd zwaar maken, maar stel je gaat dat zeggen tegen hem en er gebeurt niets aan, want hij is bijvoorbeeld niet, uh, hij wil helemaal niet gaan sporten mm -hmm. en minder eten en zo, dan is dat wel gezegd. Ja. En dan voelt hij dat en jij ook. Ga je elk... nog meer eten, bedoel je? Ja, of dan wordt het een soort van. Je vindt je gaat hij uh, zichzelf lelijk? Vinden? Ja, dan wordt het misschien een soort hindernis in jullie relatie ja. dat je dat je als je dan uh, lekker samen in bed ligt, dat hij denkt, ja, ze vind me eigenlijk te dik. En mm -hmm. jij denkt, oh god, ik heb gezegd dat hij te dik mm -hmm. is. Ja, dus dat, dat vind ik er wel lastig aan. Ja, dat is het ook. Dus als je het al ter sprake wilt brengen, en ze zegt zelf, je kunt mensen niet veranderen. Dat is zeker waar. Ja. Maar goed, ze heeft zichzelf wel weten te veranderen. Dus, dus ja, ze heeft wel een goed voorbeeld gesteld. Je zou wel kunnen zeggen, ik, ik maak me zorgen om je gezondheid. Ja. Dat, dat is, is iets anders. Dat is wat ik ook uh, wilde zeggen. Ik ging het nog gisteren nog met Mark bespreken. Ja. Dat wij zijn allebei echt snoepert. En als we de rem er niet op zetten, ja. dan, dan zuipen en vreten we ons gewoon uh, tot rond. we gewoon hartstikke dood zijn. Ja. <coughs> Grof gezegd. <coughs> dus wat je zou zeggen is, denk ik, op een lieve manier zeggen: ik hou heel veel van jou en ik wil heel, heel graag samen, oud samen met jou. Ik wil samenwerken met jou. Ja, precies. En, en ik denk uh, dat, het, dat het misschien verstandig zou zijn om af en toe. Een beetje een rem te zetten op wat we eten en wat we drinken en dat we wat meer gaan bewegen. Ja. Want ik denk dat we daarom veel langer meegaan en ja. dat we ook gelukkiger oud worden. Precies. Uh, ik heb bovendien uh, in mijn familie diabetes 2. Uh, en dat, en uh, dat is helemaal niet alleen omdat mijn familie heel dik is of zo, maar uh, op een of andere manier krijgen, mensen krijgen een aantal mensen dat in hun ja. familie. En ik weet dat als je heel dik bent, dat je lichaam. Ik, ik, Correct me if I'm wrong, iets ongevoeliger wordt voor de insuline die je maakt. Oh ja, ja. Dat je uh, dan een, een, dus een type suikerziekte kunt ontwikkelen. Ja, dat is twee. Zo. Ja. Waar je gewoon verschrikkelijk veel last van kan hebben. In, 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 en dat komt in bijna alle, op alle plekken van je lichaam kan het voor heel grote problemen zorgen. Ja. Bijvoorbeeld alleen al je zicht of een wondje dat niet dicht gaat ja, op je precies. voet. Of uh, je evenwicht. Of je. Nou, jongens, je, je kan het zo gek niet bedenken. Vasculaire dementie kan er komen. Ja. En ik denk dat dat wel een heel goed en steekhoudend argument is. Om tegen iemand te zeggen. Het lijkt me verschrikkelijk als als jij of ik dat zouden krijgen. Ik je zou me zo, uh, je zou me heel gelukkig maken als je, er zon, als je er een beetje op zou proberen te letten. Ja. Dat je wat gezonder bent. Ja. Ja. Misschien kun je inderdaad... Dat waren ook lieve tips hè, via Instagram binnengekomen. Ja. Over samen dingen ondernemen... die ja, misschien precies. niet met eten of drinken te maken hebben. Dus wat wandelen. wandelen of, of te voet gaan samen naar iets wat je leuk vindt. Ja. Of um, nou in ieder geval samen wat actiever te zijn. En, en, en te kijken wat je bijvoorbeeld door de week... echt lekker en gezond kan koken voor elkaar. Ja. Dus dat je je best doet. Nee, precies. Want ik denk ook dat het... Ik, ik probeer Gijs ook al honderd jaar aan het sporten te krijgen. En dat lukt mij gewoon niet. Nee, dat moet hij echt gewoon dat zelf gaan doen. Ja, dat... Dat dat schijnt hij ook te gaan doen. Dat is ook heel doen. moeilijk. Maar um, als iemand dat tegen jou zegt. Samen met hem wandelen, dat kan wel. Dat is niet ja. he, ook helemaal niet omdat ik denk van, oeh, ik ga mijn me stiekem meenemen wandelen. Ik vind het ook gewoon gezellig om samen rond te wandelen. Dat is het ook ja. Dus niet dat we dat nou aanhouden doen, maar ja. als het zo uitkomt, dan denk ik, oh, laten we even met z'n tweeën een groot rondje met Wally gaan maken. Ja. Dat is gezellig. Je kan ja. lekker kletsen. Ja. Je hebt weer even wat frisse lucht. Dus je moet het volgens mij meer zien in dit soort stapjes ja. dan in. Kijk, jij, zij is echt gewoon hard gaan sporten en. Maar dat is denk ik even een brug te ver. Dat kun je niet bij iemand anders nee, opleggen. Dat leggen. gaat gewoon niet lukken. Dat, dat gaat lukt gewoon, gewoon niet. niet. Nee, dat moet je, zelf, dat, dat, je moet zelf daar dan een soort knop voor omzetten. Ja en dat is haar gelukt. nou ja, misschien lukt het hem ook ooit wel, maar dat gaat je niet bij een ander lukken om dat af te dwingen. dat moet helemaal uit zichzelf. En, en je partner niet aantrekkelijk vinden, dat is natuurlijk een soort ja, dat is inderdaad best een beetje tricky om ja. dat te zeggen. Ja. ik zou juist zeggen dat je heel veel van hem houdt en hem heel lekker en lief vindt. Ja. en fijn vindt om bij hem te zijn en dat je wil dat hij Heel, heel oud wordt. Ja, ik zou het heel erg op die gezondheid gooien. Ja, en, da en daar heb je ook echt gelijk in. Dat is ook je, je zorgdeel. Zeker deels. ook als je kinderen hebt. Ja, je wil die dan, niet dan, dan om zo oud mogelijk te worden. Ja, die moeten gewoon opa worden. Ja. Nog. Nou, prima. Uh, houd moed, <laughs> ja. zou ik zeggen. Uh, God, we moeten de guru nog doen. Ik heb een mooie guru. Ja. Heb jij wel eens wat gelezen van Haruki Muakami? Af, schiet me maar dood. Nee. Dat is juist leuk, want dan kan ik je er wat over vertellen. Ja. Hij is uh, een hele beroemde Japanse schrijver. Heel veel mensen zijn fan van hem. Ik ook. Maar ik zie hem ook um, echt als een, een beetje een voorbeeld in mijn leven. Ik denk best wel vaak aan hem. Hij kan heel goed schrijven. Hij heeft ook heel veel geschreven. Ja. Hij kan ook goed hardlopen. Heeft hij ook een heel leuk boek over? Dat is dit boek: What I Talk About When I Talk About Running. Hij heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een ultramarathon gelopen. Dan moet je iets van 100 kilometer rennen. Ja. Maar goed, wat ik dus heel leuk aan hem vind, is. Um, nou, misschien is het eerste wat ik heel leuk aan hem vind, dat hij heel. nog steeds heel blij is dat er merchandise van hem wordt gemaakt. Ik vind hem, ik vind hem heel nederig op een bepaalde manier. Hij is echt, echt wereldberoemd. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik denk dat hij een van de beroemdste schrijvers is, internationaal die er is. Maar hij heeft dus dit boekje gemaakt over. Als het T-shirts. Uh, die die, want hij verzamelt T-shirts. En dan is hij gewoon helemaal tevreden dat er bij zijn boeken. Uh, wel eens t-shirts worden gemaakt met de titel erop. Of uh, wacht even, ik moet, even, ik moet het er even bij halen. Dan heeft hij bijvoorbeeld zo'n t-shirt van um, Keep Calm and Read Murakami. Dat vindt hij dan heel cool. Terwijl die man die verkoopt miljoenen boeken over de ja, hele wereld. Hij is niet cynisch. Hij is totaal niet cynisch. Ik kan me dit van de Nederlandse schrijver ook echt niet voorstellen. En dan zegt hij ook aan het eind van dat hoofdstuk: <laughs> Keep Calm, keep calm en lees. Heel leuk. Sees hij heeft bone. ook een soort eigen radiostationnetje: <laughs> Murakami Radio. Uh. Heb ik ook een t-shirt van trouwens. En dan zegt hij: als je de kans hebt, luister er eens naar. Een beetje zelfpromotie hier. Maar dat vind ik zo schattig. Dat, ja. je, dat je dat nog zo en helemaal niet op zo'n manier van oh ja, er zijn heel veel t-shirts van me gemaakt, oh, tegen mijn zin. Nee, hij ja. vindt het echt leuk. Nou ja, daar, daar kan ik dus heel blij van worden. Um, dan heeft hij ook een soort zelfdiscipline. Nou ja, die ga ik nooit behalen, nooit, nooit nooit in mijn leven. Hij heeft gewoon heel goed nagedacht over wat vind ik het belangrijkste in het leven. Hij heeft echt zijn prioriteiten, zeg maar, helemaal gesteld. Yeah. En hij vindt zijn lezers bedienen met boeken het belangrijkste. Yeah. En daarom uh, staat hij altijd om vijf uur op en gaat hij om tien uur naar bed. Yeah. Ja, nee, ik weet het, Lies, het is verschrikkelijk. En wij gaan dit ook nooit doen. Yeah. En hij heeft uh, geen kinderen, hij heeft alleen maar een vrouw. Ik bedoel, hij, hij en hij heeft geld zat. Ik bedoel, er zijn wel veel omstandigheden, waardoor... ja. maar hij had ooit een heel ander leven. Hij had een jazzbar, hij ging super laat naar bed. Ja. Hij dronk best wel veel. Dus hij, hij heeft echt wel. Het is niet dat hij altijd als een bonnik heeft mm -hmm. geleefd. Hij heeft echt die keuze gewoon gemaakt. Van nu ga ik het. Schrijversmonnik leven leiden, ja, en dat vind ik gewoon heel knap, ook omdat hij er verder helemaal niet over zeurt. Het is dus is niet zo dat hij dan bijvoorbeeld op dinsdag gaat basketballen en op woensdag dat hij dan uh, met zijn vrienden afspreekt en op donderdag en dat, dat hij dat dan op vrijdag zegt. Oh, ik ben eigenlijk veel te moe. en ik, ik, nee. ik heb geen zin om te schrijven. Nee, hij, hij. Dit is het enige wat hij doet. Nou ja, wat ik wel leuk vind is... hij zegt van, ik heb gewoon geanalyseerd... ik ben het productiefst in de ochtend. Dus in de ochtend moet er gewoon geschreven worden. Ja. Dus daarom begint hij die ochtend heel vol, ja. vijf uur. Ja, dat, vind ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is heel slim, ik ben ook meer een ochtendpersoon. En dan zegt hij, aan het eind van de dag doe ik gewoon niet zoveel meer. Ik lees wat, ik, lees, ik luister naar muziek. Ik ja, ga vroeg naar bed. En het enige vervelende is dat ik daardoor soms sociaal gezien in de problemen kom. Dat zegt hij ook heel nuchter. Dat hij dus nooit op een verjaardag komt. Nee, hij kan nooit echt tot laat afspreken nee. met mensen. En uit eten kan dan wel. Maar ja, dan moet je toch ook weer op tijd afbreken. Dus eigenlijk limiteert hij wat er, wat er bij hem binnenkomt. Limiteert hij heel erg. Ja. Ik denk dat hij zich heel erg afsluit voor ja. alles wat van wat mensen van hem moeten. Precies. En, ja. Maar dat is natuurlijk, daar is hij wel heel. Te, hij klaagt er dus helemaal niet over. Oh, oh, wat moet ik toch hard ja. werken. Hij oont dat gewoon helemaal. Het ja. is natuurlijk ook zo. Niemand zegt dat hij elke paar jaar een roman moet afscheiden. Dat heeft ja. niemand hem opgelegd. Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar wat ik ook heel leuk vind, want hij is natuurlijk mijn goed, dus ik moet, ik moet meerdere dingen. Ja, um, is dat rennen van hem. Dus hij, hij ziet het, het hardlopen heel erg als onderdeel van het schrijver zijn. Er zijn ja. wel veel schrijvers die hardlopen. Het is natuurlijk nogal een stilzittend beroep. Ja. Ja. En allerlei kwartjes ja. over je verhaal en zo kunnen, kunnen veel tijden, beter vallen. Als je niet als je brein op een andere manier. Ja, ik, ik denk aan het dat dat heel is. erg met bloedstromen naar ja. je brein te maken ja. heeft, eerlijk gezegd. Ik merk het ook als ik vastzit met iets, dan ga ik wandelingetje maken. En dan ja. komt het meestal wel weer op gang. Um, en en dat, dat boek over dat rennen, nou, daar gaat hij dus wel vrij ver in. Ik bedoel, op een gegeven moment rent hij dus die ultramarathon. En dan raakt hij dus in een depressie. Een ren depressie. Dan rent een hij een jaar niet. Ja, hij heeft gewoon geodied met rennen. Maar is dat niet gewoon een blessure en dan niet meer kunnen en dan? Nee, hij beschrijft het echt als je, je komt uit die 100 kilometer ja? of misschien is het nog wel meer, dat ben ik ben even ja? vergeten. En dan heeft hij het zo gehad met de daad van het rennen dat hij het een jaar niet doet. Het is wel een alles of niks type ja, die Murakami. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje met goeroes. Ja. Ze moeten een beetje extreem ja, zijn en excentriek zijn. Ja, want anders zijn het gewoon mensen zoals jij en ja. ik en dan kan je er niet aan optrekken. Ja. Maar dat, en, en dan heeft hij ook in het begin van het boek, want hij is, is later pas in zijn leven begonnen met rennen. Um, en hij onthoudt ook altijd alles wat mensen tegen hem zeggen. Um, en dan zit hij gewoon de, de kranten te lezen. En dan ziet hij over een hardloper dat hij, dat hij zegt uh, suffering is optional. Sorry, mijn, mijn, mijn maag begint alweer te knorren. Dus hij zegt van pijn ga je krijgen bij het rennen, maar lijden is een optie. God ja, jongens, maar konden we dat maar in ons, ja. in ons eigen leven <laughs> is toepassen? Ook niet, niet. Hij, hij, hij houdt zich daaraan en het lukt hem ook daardoor ja. om die ultramarathon dus te rennen. Pijn en lijden ziet hij heel verschillende dingen. Ja. Ja. Pijn is gewoon, nou ja, die heb je, pijn in je knie. Maar daaronder lijden, dat, dat ga je zelf maar uh, regelen of niet? Ja. Ja, dat ja. is natuurlijk bijna een, een stoïcijn. Soort, precies, hij, hij, is, hij is heel stoïcijns. Dat vind ik dus ook aantrekkelijk, ja, omdat ik dat zelf ook helemaal niet ben. Nee, ik wou dat ik dat kon. Ja, maar ja, daarom is hij dus wel mijn guru. Want hij, heel vaak als ik... Eh, ik heb een tijdje hardgelopen. Ja, op een gegeven moment kreeg ik echt zoveel pijn... dat, dat, dat het lijden niet meer echt een optie was. Ja. Maar dan dacht ik altijd, denk aan Haruki, Haruki Murakami. Ja. Denk aan Haruki. Hij zegt dat je moet een mantra hebben bij dat rennen. Al is het, was het bij mij dan vijf kilometer en bij hem honderd. Haruki, ja. Haruki Murakami. Ik dacht zo vaak aan hem als ik rende. Ja, waarom niet? Ja, ja serieus. Dus als, oh, je, als je nou een goeroe zoekt over discipline, ja. schrijven, rennen... Um, nederig blijven, dan kan je allemaal bij hem terecht. Hij heeft hele diepe passies... Dus honkbal, uh, jazzmuziek, klassieke muziek. Ja. Uh, heeft hij ook allemaal boeken over geschreven. T-shirts verzamelen, uh, uh, naar Hawaii gaan. Hij heeft heel veel diepe hartstochten lezen. Dus het is helemaal niet zo dat hij een soort van afgematte monnik is geworden. Hij kan, hij kan zo goed beschrijven hoe hij met een biertje naar een honkbalwedstrijd zit te kijken. En nou, dan is hij op zijn allergelukkigst. Dus hij kan juist heel goed die, die gelukspieken ervaren ja. en beschrijven. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, ja, geen kinderen. Zit je dus heel lang te, te filosoferen dat je na een biertje. Ja, maar ja, ge hij geniet ja. er wel van. Ja, nee, ik vind het heel knap. En dat geen kinderen was ook gewoon een keuze van. Ja, hem, dus dat, dat, dat denk ik ook. Ja, nee, daar heeft hij helemaal niet. Uh, <laughs> dat was niet dat ja. hij niet lukt, of zo. hij wilde dat gewoon niet. Nee. En gelukkig dan zijn vrouw blijkbaar ook nee. niet. Ja. maar um, nee, maar hij is dus nog steeds wel iemand die heel erg extatisch kan zijn over dingen. Nou, dat. Ja, daar kunnen we allemaal nog wat van leren. Ja, dat nou ja, echt heel hij heel gewoon Geboren met een uh, goed humeurtje, hè? dat scheelt misschien ook. Ja, wel. en ook een soort hele uh, ijzeren heinigheid ja. uh, die ervoor zorgt dat jij de dingen doet zoals jij de dingen wil doen. Precies. En ja. uh, uh, ik zie daar iets Japans in, maar dat zal wel, ik heb ja. geen idee of dat zo is. Ja. Maar, hij is heel autonoom. Ja, heel heel Het komt op heel. mij ook, er, 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 er spreekt een zekere eenzaamheid ja, uit. Dat maar dat, wel. dat is mijn projectie daarop. Hè? Nee, maar dat zegt hij ook. Hij zegt: Als het nou één ding heeft, heeft verminderd, is het mijn sociale leven. Wat hij ja. dus in die jazzbar nog wel heel erg had. Ja. Daar was hij super sociaal. Dus hij kan dat wel. Ja. Maar ja, hij weet gewoon: je moet keuzes maken. Ja. En dat vind ik dus wel sterk. Dat je ja, denkt: ik, van, ook. Ja, ik wil inderdaad alles tegelijk. Maar dat kan niet. Ik kan niet een jazzbar hebben en een schrijfcarrière. Dat kan niet. Nee, en dat is natuurlijk ook maar zo. Maar ik wel. Ik heb en <laughs> een jazzbar en ik. Nee. Stel je leuk, Lies. Als jij een jazzbar. Ja, je hebt zo'n leuke oh. smaak dat jij dan hele platen opzet. Oh. met oh. een jazzbar waar niemand ooit wil komen. Ja, ik wel. Het klinkt er het alleen maar jazz. Ik wel, dat kan je leuk doen als de kinderen uit mis huis gaan. Ik wel een plek waar, 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 je leuk, waar, waar leuk jazz wordt gespeeld. Ja. Die een beetje laagdrempelig is. Dus niet het Bimhuis, maar dan gewoon nee, waar je... Gewoon, maar ja. dat, dat heb je dus blijkbaar in Japan. Van die soort echte barretjes waar ze, waar ze gewoon muziek ja. opzetten. Daar heb ik ook allemaal plaatjes van gaan opzoeken. Ja. Ik, ga, ik ga eindelijk een boek lezen. Ja, lees er maar één van. Ik hem. heb mensen van Keulen nu uit. Dat zal je heel veel goed doen. Ja. Um, ik denk dat wij gewoon gaan afsluiten. Absoluut. Maar mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, hè? Ja. dat kan, dan luister je ook eens ja. naar onze extra podcast. Die staat op Podimo en die heet Avenlies door. Via de link podimo.nl/avenlies slash luister je 30 dagen gratis. Ja, ja. ja. want we staan daar om de week, ja. op de woensdag, en dan gaan we het altijd hebben over iets uit de jaren 90. Oh heerlijk, jongens, dat maakt me zo blij. Heb jij een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar ja. tonymedia.nl je kunt ons volgen op datzelfde Instagram ja. of zo, uh, platformpjes zoals YouTube, TikTok en Podimo. Ja, en geef ons tegen via jouw favoriete podcast-app. Jezus, wat klinkt dit professioneel, hè? Belachelijk. Echt, we zijn hè? Als we gewoon heel lang samen radioprogramma hebben. Ja. Hebben we ook eigenlijk. Dankzij Floor, die heeft het gewoon opgeschreven. Precies, we lezen het voorgaans. He? Maar Prima. het klinkt heel natuurlijk. En dan zeggen we, tot, tot, tot volgende de week. week. <laughs> ja.